Zaterdagavond komt landskampioen en huidige koploper PSV op bezoek in Groningen. Dat is 3 dagen na de Champions League wedstrijd van PSV tegen Tottenham Hotspur. Ruim 22 jaar geleden kwam PSV naar Groningen met een zware Europese wedstrijd tegen Barcelona nog in de benen. Op 24 maart 1996 werd het de wedstrijd van de toenmalige FC Groningen verdediger Jan Veenhoff. En Veenhoff, hij ging heel veel mee naar voren en dat deed hij goed. En in tweede instantie toch de redding van doelman Waterreus. Veenhoff, hij speelde... En voor de ingooi moet deze Veenhoff van ver komen, maar hij kan er ook ver gooien. Veenhoff was afkomstig uit de jeugd van FC Groningen en debuteerde eind 1988 in het eerste elftal. Op 18 december 1993 scoorde hij uit tegen PSV. Reiziger neemt die hoekschop. En het is een knappe goal van dezelfde man die daar net al een tijdje lastig was. Veenhoff dus. Op 24 maart 1996 kwam Veenhoff in het Oosterparkstadion tegen PSV tegenover René Eikelkamp te staan. Met wie Veenhoff tussen 1988 en 1990 nog samen had gespeeld bij FC Groningen. Hij komt er net niet aan. De voorzet van Cocu en Eikelkamp. Hij denkt, hoe is het mogelijk dat ik deze bal niet toucheer? Het mooie van René was, ja, daar stond ik natuurlijk heel vaak tegenover in die partijtjes. De eerste jaren dat ik bij het eerste zat. En die heeft het heel goed gedaan. Uiteindelijk ging hij naar PSV toe. Volgens mij ging hij eerst naar KV Mechelen en daarna naar PSV. Nou, en toen kwam ik hem weer tegen en dan stond ik weer tegenover hem. En ik heb nog wel eens een keer een bloedneus opgelopen door die lange ellebogen van René tijdens de trainingen. Ik kan mezelf herinneren dat ik ooit nog eens een keer naar de tandarts ben geweest omdat er een van mijn hoektanden eruit geslagen werd. Maar ik weet niet of René dat was hoor, maar dat is ook een keer tijdens de training is het gebeurd. Maar het is natuurlijk hartstikke leuk dat ik hem daarna een paar jaar later weer in de wedstrijd tegenkwam. En helemaal mooi als je hem dan ook nog een kopduel van hem kan winnen en uiteindelijk die beslissende goal kan maken. De vrije trap van Raymond Beers en dan het moment van Jan Veenhoff boven Eikelkamp uit. En dat wil wat zeggen, want de Eikelkamp hij is toch bijna 3 meter. Jan Veenhoff. Hij scoort voor FC Groningen. FC Groningen versloeg titelkandidaat PSV uiteindelijk verrassend met 1-0 dankzij de goal van Veenhoff. En Waterreus is geklopt en Groningen wint toch verdiend van PSV. Dus die bal komt en die gaat er helemaal overheen. En ik geloof dat Eikelkamp bij mij in de dekking stond en die lette niet op. Ging net onder die bal door. Nou, en ik kon hem zo inkoppen. Veenhoff speelde in totaal 199 eredivisiewedstrijden voor FC Groningen en wist daarin 6 keer te scoren. Groningen terecht op voorsprong, doelpuntenmaker Veenhoff uit die vrije trap. Natuurlijk zat daar weer een beheerste kopbal tussen, zoals zo vaak bij de vrije trappen van Groningen. En daarna kreeg Veenhoff de kans en de verdediger bleef er rustig onder. In de eerste jaren was het qua resultaat ging het allemaal wat beter, dan hadden we ook een paar keer Europees voetbal. De laatste jaren was het, waren wat hectisch met wat trainerswisselingen. En uiteindelijk in 98 degradatie. Dus dat was natuurlijk wel even een domper. En toen moesten ook de spelers, ik was inmiddels 29 toen, moesten ook de spelers die wat langer bij het team zaten, die moesten weg. Dus toen zijn heel veel spelers, ook bij FC Groningen, die al jaren in het eerste gespeeld hadden. Ja, de club moest verjongen. Ze waren gedegradeerd op een lager niveau. Dus dat was voor mij ook het jaar dat ik afscheid moest nemen van FC Groningen. Veenhoff volgt FC Groningen nog altijd op de voet. Hij had voor het begin van de competitie behoorlijk hoge verwachtingen van het huidige team. Maar die verwachtingen heeft hij inmiddels bijgesteld. Er zijn veel wisselingen. Dus ja, de trainer is heel erg zoekende naar de juiste basiself. En daardoor zijn bij mij in ieder geval de verwachtingen ook wat lager gestemd dan dat ze in het begin waren. Ik denk dat dat voor iedereen wel geldt, voor alle supporters wel. Maar ja, we blijven natuurlijk de hoop houden dat het gewoon de komende wedstrijd dat het omslaat. Het zal niet in 1 keer omslaan. Het zal ook echt niet zo zijn dat het ineens nu dat FC Groningen wint met 3-0 van PSV. Die hoop is er natuurlijk wel. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als we gelijk spelen tegen PSV.